Hartelijk welkom allemaal vanavond bij deze mooie lezing van Hubert Smeets. We hadden hem al eerder gepland tijdens de boekenweek, maar zoals u weet is hij door verschillende omstandigheden steeds verschoven. Toch is het onderwerp van de boekenweek nog steeds actueel en dat was tweestrijd. Dat komt heel mooi aan bod in het boek wat Hubert heeft geschreven en waar hij zo van alles over gaat vertellen. Eerst nog iets in het kort over Hubert zelf. Journalist, historicus, Ruslandkenner, mogen we ook rustig zeggen volgens mij. En u was de eerste die de privéarchieven van Hans van Mierlo mocht bekijken. En dat heeft uiteindelijk geleid tot dit mooie boek. Met een heel bijzonder verhaal erbij. En daar gaat u van, zo dadelijk van alles over horen. Heeft u vragen tijdens het verhaal van Hubert Smeets, dan kunt u die stellen via de chatfunctie van Zoom. Die ziet u onderaan uw scherm. De vragen die inhoudelijk zijn, die behandelen we nadat het verhaal is afgerond. En als er een verduidelijkende vraag is, dan kunnen we die onder het verhaal stellen. Ik zou zeggen, Hubert, het woord is aan u. Prima. Wacht eens even. Ho. Je mag eerst wat zeggen. Ja, oké. Sorry, dames en heren. Dit is voor het eerst dat ik hier over dit boek mag praten in Zutphen. Ik heb tot nu toe eigenlijk dankzij of ondanks de coronacrisis niet de kans gehad om te praten over het boek. En al helemaal niet om te praten en met lezers van het boek. Dat kan nog steeds niet, maar indirect via u wel. En dat vind ik ontzettend leuk. Maar dat wil ook zeggen dat ik nog niet alles in de vingers heb. Niet de techniek van het Zoom spreken, nog mijn kleine PowerPoint-presentatie die ik een beetje mee wil laten lopen om u wat in nostalgische sferen te brengen. Eerst toch iets over mezelf, ondanks het feit dat daar al iets over gezegd is door Barbara. Ik ben inderdaad historicus en journalist, maar ik ben nooit D66'er geweest. Ik ben geen lid van die partij. Of ik erop gestemd heb, dat laat ik in het midden. Ik hecht erg aan de zogenaamde stemgeheim. En dat roept natuurlijk de vraag op waarom ik dan toch dit boek heb geschreven. Dat had natuurlijk te maken met, Barbara zei het al, het feit dat ik toegang kon krijgen tot de privéarchief van Hans van Mierlo. Maar er is ook wel een wat meer objectieve reden waarom ik eraan begonnen ben, 5 jaar geleden. En dat heeft te maken met de persoon van Mierlo en vooral de tijd waarin van Mierlo politicus was. Eerst iets over de persoon van Mierlo en zijn betekenis, voordat ik überhaupt aan het onderzoek begon, 5 jaar geleden. En dat is eigenlijk heel simpel in cijfers uit te drukken. Er is in de 20e eeuw geen politicus geweest in Nederland op één na. Te weten, Paul de Groot, de leider van de CPN, maar die laten we buiten beschouwing, want dat was een Stalinist, die zo lang partijleider geweest is als Hans van Mierlo. Hij heeft eigenlijk meer dan 20 jaar D66 geleid. In de eerste lijn van die partij en in de tweede lijn vanuit zijn huis aan de Herengracht in Amsterdam heeft hij ook, als hij geen partijleider was, toch immens veel invloed gehad op D66. Dus je zou kunnen zeggen, qua anciëniteit staat hij in dezelfde schoenen als Joop den Uyl, die eigenlijk veel korter leider is geweest van de Partij van de Arbeid, Ruud Lubbers en andere grootheden van het naoorlogse democratische Nederland. En de tweede reden waarom ik over Van Mierlo wilde schrijven is omdat Van Mierlo in zekere zin de personificatie is van een hele bijzondere periode in de Nederlandse politieke geschiedenis. Hij kwam op vanuit het niets in 1967, toen hij met D66 in één klap 7 zetels haalde. En hij verdween van het toneel in 1998 en uiteindelijk echt in 2002. En die periode tussen 1967 en 2002, die zou ik graag willen noemen de gouden terts
van de Nederlandse democratisering. Het is de periode waarin de ontzuiling vorm krijgt, waarbij de individuele burger een rol gaat spelen in de Nederlandse maatschappij. In 1967 zie je dat heel duidelijk in dat succes van D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen dat jaar. En je zou kunnen zeggen dat die periode van de vrije nieuwe burger die niet meer verzuild is, maar onafhankelijk autonoom in het maatschappelijk leven staat, dat die periode eindigt in 2002 met de opkomst van het nationaal populisme ook in Nederland. Gesymboliseerd, gepersonifieerd in de tijd in 2002 door Pim Fortuyn. Maar tot op de dag van vandaag steeds dominanter in de Nederlandse politiek. Zeker dominanter dan we in 2002 hadden kunnen voorzien. En Van Mierlo speelt die rol eigenlijk nog steeds tot op de dag van vandaag. Ik volg redelijk de sociale media, met name op Twitter, zie je bijna dagelijks wel een bericht als Hans van Mierlo zou zich in zijn graf omdraaien. Wat er nu gebeurt in de Tweede Kamer, op dit moment, terwijl ik hier tot u spreek, dat zou hij nooit hebben geaccepteerd. Hans van Mierlo, de man van de politieke hervorming, zou al lang een andere politieke cultuur hebben gerealiseerd. En ik ga proberen toch om... Nee, daar gaat iets niet goed. Nee, dat is jammer. Oké. Ja, die vraag ga ik toch proberen te beantwoorden of dat eigenlijk wel klopt. Of er wel enige reden is om te veronderstellen dat Hans van Mierlo zou dat mogelijk zijn geweest, zich in zijn graf zou omdraaien bij de aanblik die de Tweede Kamer en de regering tegenwoordig biedt. Daarvoor moet ik eerst even toch terug naar de geschiedenis van Van Mierlo zelf. Hij was, dat zal het centrale thema zijn vandaag, wat mij betreft, een politiek cultuurcriticus. Bij uitstek zelfs een politiek cultuurcriticus, zoals we in Nederland na de Tweede Wereldoorlog in het democratische midden niet hebben gekend. En dat kwam voor een deel omdat hij een kind was van de Tweede Wereldoorlog. Hans van Mierlo werd geboren in 1931 in Breda als oudste zoon van een bankiersgezin. De Bank van Mierlo en Zonen, opgericht in Breda eind 19e eeuw, was in de jaren 30 een van de allergrootste banken in West-Brabant en zou na de oorlog uitgroeien tot de grootste familiebank van Nederland. Dus je kan niet zeggen dat Van Mierlo een arme jongen was die zich een weg omhoog heeft moeten vechten. Nee, hij was het kind, het product, zou je ook zo kunnen zeggen, van een patriciersfamilie in Breda. Naar wie niet toevallig ook straten zijn vernoemd in deze stad in Brabant. Maar zijn eigen leven staat niet in het teken van die bank die zijn vader ooit had gerund en die later door zijn oom tot grote hoogte zou worden gebracht. Zijn eigen leven stond toch vooral in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Om twee redenen. Ten eerste omdat hij 9 was toen hij uitbrak en moest vluchten uit Breda. In 1940 is de hele stad Breda uitgeweken, geëvacueerd op bevel van de burgemeester. De familie van Mierlo moest dus ook de stad verlaten. Maar ook omdat hij in de Tweede Wereldoorlog heel erg eenzaam was. Het was gebruikelijk in zeker chicere katholieke gezinnen dat de kinderen naar kostschool gingen. En dat gold ook voor Van Mierlo. Hij moest worden voorbereid op het Canisius College in Nijmegen. Een keurig jezuïtisch gymnasium. Maar voordat hij daar naartoe kon, voordat hij zijn toelatingsexamen kon doen, moest hij worden bijgespijkerd. En dat gebeurde in een kostschool in Os. En daar heeft hij zich eigenlijk altijd heel eenzaam gevoeld. En dat gold eigenlijk ook voor zijn kostschooltijd op het Canisius College in Nijmegen. Die eenzaamheid, gecombineerd met zijn ervaringen als puber, zou je kunnen zeggen, tijdens de Tweede Wereldoorlog, heeft volgens mij zijn wereldbeeld enorm bepaald. En het heeft ook zijn vriendschappen bepaald. Alle vrienden, alle partijgenoten, niet allemaal natuurlijk, maar heel veel van zijn vrienden en partijgenoten waren eigenlijk allemaal generatiegenoten. Waren allemaal jongeren die in de jaren 30 waren geboren, die de oorlog als kind hadden meegemaakt en na de oorlog ineens in één klap volwassen waren geworden door diezelfde oorlog.
Het was de generatie die, anders dan de geboortegolf van na de oorlog, de generatie die in 1945, 1950 geboren is, in de jaren 60 de universiteiten zou bestormen. Die generatie van Vermeerlo was anders dan de babyboomers. Een generatie van sceptici, van twijfelaars, maar wel met een diep verlangen om de Nederlandse maatschappij na de Tweede Wereldoorlog te hervormen. Dat speelde zich natuurlijk in de jaren 50 niet op politiek niveau af, maar louter op cultureel niveau. Maar die wens om de verzuilde Nederlandse structuren af te breken en te hervormen naar een vrije burgerlijke democratie, die wens werd in de jaren 60 heel erg politiek. En van Mierlo was, zou je kunnen zeggen, het gezicht van dat verlangen naar een vrije burgerij die op soevereine wijze, op autonome wijze zich kon manifesteren in de politiek. En dat deed hij met al die leeftijdgenoten uit de jaren 30. Uiteraard kwam hij niet uit het niets. Er was eigenlijk in de hele wereld in de jaren 60 zo'n type beweging gaande. Een beweging die afstand nam van het autoritaire en zelfs totalitaire politieke denken in de jaren 30. Kort gezegd het fascisme en het communisme. Het nazisme en het stalinisme. En zocht naar meer democratische vormen die anders dan voor de oorlog in Nederland niet gebonden waren aan de kerk. Zoals het verzeilde politieke systeem tot dan was geweest. De katholieken hadden hun eigen politieke partij, de Katholieke Volkspartij, waar de Van Mierlo's bij hoorden en waar Van Mierlo ook altijd op gestemd had. Maar onderhuis leefde er in de jaren 60 een enorm verlangen om eruit los te breken. En daar was Van Mierlo bij uitstek de personificatie van. Het tweede element wat hem heel erg in de jaren 60 heeft beïnvloed, en daarin stond hij ook helemaal niet alleen, hij was niet uniek daarin, dat was, je zou kunnen zeggen, de invloed van de Amerikaanse politieke cultuur. En Van Mierlo zelf belichaamde die invloed. Hij werd niet toevallig in de jaren 60 in Nederland de Nederlandse Kennedy genoemd. Hij werd ook zo gezien trouwens door de Amerikaanse pers. Het was geen toeval dat bij zijn eerste grote succes in 1967 de New York Times een foto van Van Mierlo op de voorpagina van de Europese editie plaatste, waar Van Mierlo met een glas bier in zijn hand zijn eerste overwinning vierde. Dus die Amerikanen herkenden in Van Mierlo ook iets wat ze in de Verenigde Staten in 1960 tot 1964 hadden meegemaakt met John F. Kennedy. Van Mierlo zelf, sorry, ik ben niet heel erg bedreven nog met deze vorm van techniek. Hier ziet u even met terugwerkende kracht Van Mierlo bij je zou kunnen zeggen in een kantine staan van een jeugdkamp in Engeland, waar de kinderen uit Nederland die onder voet waren, er slecht aan toe waren fysiek, werden bijgevoederd, zou je kunnen zeggen. Dat heette de bleekneusjes. Ook Van Mierlo zat erbij in 1945 in Engeland. En u ziet hem hier als langste jongen in het rijtje staan. Hier ziet u hem trouwens ook als langste jongen in het gezinsverband van de Van Mierlo's in Breda. U ziet een groot gezin, klassiek in de katholieke wereld van Nederland in de jaren 40, 50. Gezinnen met 7, 8 kinderen waren heel gebruikelijk en de Van Mierlo's waren daarop geen uitzondering. Van Mierlo zelf was overigens geen katholiek meer toen hij in de jaren 60 uitbrak. Hij was al in de jaren 50 uit de kerk gestapt, omdat met name de organisatie van de kerk en de eisen die de kerk stelde aan zijn gelovigen hem niet meer kon bekoren. En in militaire dienst heeft hij van de gelegenheid gemaakt om de kerk te verlaten. En toen werd hij gewoon een klassieke, zou kunnen zeggen, koorstudent op de Universiteit van Nijmegen. Hoewel het studeren van Van Mierlo eigenlijk die naam niet mocht hebben. Een leraar op de middelbare school had al een keer in een rapport geschreven: Hans praat te veel en doet te weinig. En dat gold eigenlijk voor zijn hele studententijd ook. Hij was meer bezig met toneelspelen en met in het café zitten dan met studeren. Maar uiteindelijk is hij
toch afgestudeerd en ging hij naar Amsterdam, waar op dat moment, ik zei het al, de jaren 60 aan het losbreken waren. En waarbij het gezag van de overheid, het vanzelfsprekende gezag van de overheid, langzaam maar zeker werd ondermijnd van de onderop door met name de jeugd die vlak na de oorlog geboren was. De provo's bijvoorbeeld, die hier ziet op dit fotootje op de Prinsengracht in Amsterdam, waar een fototentoonstelling door de politie werd ontbonden en de mensen die op straat stonden te wachten werden weggeknuppeld. Een belangrijk moment in de Nederlandse geschiedenis, omdat het eerste moment was waar een groot deel van de gewone burgerij ineens besef kreeg, wat gebeurt er in dit land? Is de overheid alleen een machtsapparaat of heeft de overheid ook nog een beetje gezag? Nou, dat gezag was de overheid toen kwijt in de jaren 60. En dat zou je kunnen zeggen is een parallel met nu. En dat is ook misschien de reden waarom op dit moment er zoveel gepraat wordt over de vraag of Van Mierlo zich in zijn graf zou omkeren. Van Mierlo, zei ik al, was de belichaming van het democratische midden van deze nieuwe burgerij, die niet meer wilde leven in de verzuilde structuren van vroeger. Maar dan is natuurlijk de vraag, wat wilde Van Mierlo eigenlijk? Wat wilde hij met Nederland? Hij was geen groot ideoloog, laten we er geen misverstand over laten bestaan. Het was niet de man die alleen maar aan het lezen was en op basis van de kennis die hij al lezende vergaarde tot een coherente ideologie kwam. Sterker nog, D66 was een partij die niet ideologisch wilde zijn, die juist afstand wilde nemen van het klassieke liberalisme, socialisme of katholieke christendemocratische denken. Maar dat wil niet zeggen dat Van Mierlo geen ideeën had over hoe de politieke structuur van onze samenleving moest worden ingericht. In de jaren 60 speelde een discussie die je nu ook zo her en der herkent, namelijk de vraag of de burger wel voldoende invloed had op de overheid en omgekeerd of de overheid wel voldoende aandacht had voor die burger. Het antwoord van Van Mierlo was nee. De Nederlandse politieke structuur is volstrekt 19e eeuws en dus uit de tijd. En daar moeten we het volgende, en de diagnose was eigenlijk heel simpel. Als je in Nederland gaat stemmen, dan stem je op een politieke partij. En wat er na de stemming en de uitslag van de verkiezingen met die stem gebeurt, is volstrekt onduidelijk. Een dag al na de verkiezingen gaan de fractieleiders naar de koningin, toen nog. En dan ontstaat er een zwart gat waar een kabinetsformatie zich in plaatsvindt die niemand kan beoordelen, niemand kan controleren. En dan is er vervolgens ineens een nieuwe regering onder leiding van een nieuwe premier. En niemand weet hoe dat zo gekomen is. Laat staan dat de burger nog het gevoel heeft dat hij voor dat nieuwe kabinet heeft gestemd. Het antwoord van Van Mierlo en D66 was heel simpel. Ten eerste, de burger moet bij het bestuur betrokken worden door een districtenstelsel. Dat had D66 ontleend aan het Engelse model en aan het Amerikaanse politieke systeem. En het tweede idee, dat was het onderscheid tot Engeland wat D66 probeerde aan te brengen. Het tweede idee was dat de burger twee stemmen moest krijgen. Eén stem voor de controlerende wetgevende macht, de Tweede Kamer. En een andere stem voor de uitvoerende macht, voor de premier. En op die manier zou, al dus Van Mierlo, zou de burger het gevoel hebben via het districtenstelsel dat hij zijn eigen volksvertegenwoordiger in de Kamer had en op die manier ook een nauwere band kunnen ontwikkelen met het parlement. En via zijn stem op de uitvoerende macht zou hij invloed kunnen hebben op de regering die uiteindelijk gevormd zou worden. Dat was het basisidee dat Van Mierlo zijn hele leven heeft weten vol te houden. De grote stratege achter Van Mierlo in dit verband, in zijn politieke cultuurkritiek, waren Hans Gruiters, de wat dikke man met de hoornen bril hier in beeld, rechts onder het anti-Kalkaar-affiche. Een man die heel erg geïnspireerd was door het Amerikaanse model, waar je op één en dezelfde dag in november op de president kan stemmen en op je lokale volksvertegenwoordigers in het Huis van Afgevaardigden in de Senaat. En links van hem staat Jan Glastra van Loon, de man die zich heel erg liet inspireren door het Britse model. Deze drie waren, zou je kunnen zeggen, de ideologen van D66. En het succes was ongekend in eerste instantie. Net als in 2002 en tot op de dag van vandaag in Nederland was de gezeten politieke klasse als de dood, om niet te zeggen pagus, over het succes
van Hans van Mierlo. Niet overigens alleen door het succes van Hans van Mierlo, maar ook door het toenmalige succes van de Boerenpartij. Je zou kunnen zeggen het tegendeel van D66. Een partij die populistisch was en zich richtte op de lagere middenklasse. Daar waar van Mierlo niet populistisch was, maar intellectueel. En zich richtte op de hogere gestudeerde middenklasse. Die lessen uit Amerika laat ik even voor wat ze zijn, om een beetje tijd te winnen. Maar een van de lessen die hij tot op bittere end heeft in de praktijk gebracht, is het idee dat het in de politiek niet alleen maar gaat om de inhoud, maar ook om de vraag hoe je de boodschap overbrengt. En dan meteen in zijn eerste mediapresentie bleek de enorme kracht van deze benadering van de politiek. Namelijk het filmpje waarmee D66 in 1967 de verkiezingen inging. Een filmpje wat tot op de dag van vandaag legendarisch is door zijn vernieuwingsgezindheid. Van Mierlo in een regenjas, u ziet hem hier, over de gracht lopend, in zichzelf pratend en denkend over hoe hij moet uitleggen aan de mensen die hem nog niet kenden wat D66 bewoog. Nou, dat lukte hem als geen ander. Dat had hij niet zelf verzonnen, moet ik er eerlijk bij zeggen. Degene die dit filmpje regisseerde was Leen Timp, ook toen al de echtgenoot van Mies Bouwman, de populairste televisiester ook op dat moment in Nederland. Dus er was rondom Van Mierlo een hele grote groep mensen die echt van wanten wisten en ook een doel hadden waarnaar ze streefden. Een van de consequenties van het politieke denken en van zijn politieke cultuurkritiek was dat Nederland moest worden gepolariseerd. We hadden een land met vele fracties, iets minder dan nu, maar veel scheelde het niet. En in het midden van dat politieke spectrum bevonden zich de latere christendemocratische fracties van het CDA. De Katholieke Volkspartij, de Antirevolutionaire Partij, een gereformeerde club en de Christelijk Historische Unie. En dan had je ter rechterzijde de conservatief-liberale VVD en ter linkerzijde de Sociaal-Democratische Partij van de Arbeid. Er was één constante in het hele verhaal. Het latere CDA regeerde altijd. Die waren, zou je kunnen zeggen, net zo machtig als de communistische partij in de Sovjet-Unie. Altijd aan de macht, zei het dat anders dan in de Sovjet-Unie ze de ene keer met links moesten pacteren en de andere keer met rechts. Die tegenstelling tussen links en rechts speelde een minder grote rol bovendien in de jaren 60. Er kwam een nieuwe tegenstelling naar boven, de tegenstelling tussen progressief en conservatief. Progressief, modern burgerschap, nadenken over de immateriële waarden, niet alleen maar over hoe de welvaart verdeeld zou worden, en conservatief denken over immateriële waarden ook, maar op een, je zou kunnen zeggen, wat meer christelijk-confessionele manier. En als het gaat om de inrichting van de samenleving ook op een wat minder socialistische, sociaal-democratische wijze dan de Partij van de Arbeid na de oorlog in de verzorgingsstaat het weet te realiseren. Die polarisatie was nodig volgens de D66-oprichters, met name volgens Hans van Mierlo, om het CDA uit het centrum van de macht te drukken. Die christendemocraten die moesten nou eigenlijk maar eens kiezen. Dat was eigenlijk het verhaal. Kozen ze voor progressief beleid of voor conservatief beleid? En een van de prachtigste, vind ik nog altijd, een van de meest geestige ook innovaties van die neiging tot polarisatie, was de behoefte van Van Mierlo en het streven van Van Mierlo om een progressieve volkspartij op te richten waarin de Partij van de Arbeid, de toenmalige PPR, een partij die nu in GroenLinks is opgegaan, en D66 samen zouden komen. En die zouden dan vervolgens de VVD uitdagen en in die strijd tussen de VVD en de progressieve volkspartij zou de christendemocratische middengroep het loodje leggen. Die moesten maar kiezen. En hier ziet u het eerste zogenaamde schaduwkabinet. Een idee wat in Engeland heel gebruikelijk was. Wat overgenomen was door Glastra van Loon. Ik zei het al. Het eerste schaduwkabinet wat in deze polarisatie naar voren werd geschoven door onder andere Van Mierlo als een alternatief voor de zittende regering. U ziet in het midden Joop den Uyl en links van hem Hans van Mierlo. En rechts van den Uyl ziet u trouwens de oprichter van de PPR, Jacques Aarden. En er staan nog allemaal prachtige characters op die allemaal een schitterende biografie waard zijn. Het mislukte compleet. En dat kwam vooral doordat de Partij van de Arbeid uiteindelijk niet bereid was om op te gaan in die progressieve volkspartij.
Maar dat liet onverlet dat er een soort van vriendschap was ontstaan in de fase naar die progressieve volkspartij, die sneefde, zoals ik al zei, in 1973 tussen Joop den Uyl en Hans van Mierlo. En die politieke vriendschap zou tot het bittere eind van Joop den Uyl in 1986-87 blijven bestaan. Joop den Uyl heeft van Mierlo verraden, maar van Mierlo heeft dat eigenlijk nooit als verraad ervaren. Hier ziet u een prachtige foto, vind ik, van Dolf Toussaint, een beroemde fotograaf uit die tijd, van Mierlo en Joop den Uyl samen op verkiezingscampagne in Amsterdam aan de Albert Cuypstraat. Die Progressieve Volkspartij mislukte. Ook trouwens een schitterende foto van een ANP-fotograaf. U ziet, roken was in die tijd volstrekt gebruikelijk. Van Mierlo rookte zeker een pakje per dag als het niet meer was. Hij kon trouwens ook een stevige borrel drinken. Hij was lid van de natte gemeente. Den Uyl iets minder. Den Uyl was eigenlijk een beetje een ascetische man. Die alleen sigaren en sigaretten niet liet staan. Die mislukking van de Progressieve Volkspartij die leidde uiteindelijk tot de eerste val van Mierlo in 1973. Hij moest toen het leiderschap van de partij overdragen aan Jan Terlouw. U ziet hem hier rechts tegenover van Mierlo zitten. En dat heeft geleid tot een lange periode van, je zou zeggen, politieke, maar ook persoonlijke depressie in het leven van Mierlo. Hij zat vaker in het café dan dat hij thuis was. Ik heb hem daar ook in die tijd met enige regelmaat wel aangetroffen. Het was een buitengewoon gezellige en prettige gesprekspartner overigens. En zo totaal niet arrogant, ook niet tegen een jongeling zoals ik. Maar zijn politieke bestaan leek ineens te zijn ontvallen aan hem. En dat was wel een probleem, want van Mierlo was eigenlijk in die korte tijd, die 7 jaar tussen 1967 en 1973, dat hij partijleider was van D66, doordecemd geraakt van de politiek. De politiek was eigenlijk alles voor hem. De politiek was voor hem theater. Hij had zelf als student eigenlijk liever toneelspeler geworden dan jurist. Politiek was voor hem ook een manier om intellectueel na te denken over de maatschappij, dus ook over het privéleven van individuele burgers en over de verhouding tussen die burgers. En politiek was voor hem ook die vriendschap met Joop den Uyl en het verlangen om toch iets aan die machtsverhoudingen in Nederland te doen. Dat was helemaal mislukt en dat leidde tot, je zou kunnen zeggen, een afkikproces, wat hem heel veel eenzaamheid heeft opgeleverd en waar hij met moeite uitkwam. Maar hij kwam eruit omdat in 1984 D66 ten dode was opgeschreven. Er was nog maar één zetel in de peilingen over. En niemand leek in staat in die partij, die toch heel veel intellectuele en hoogopgeleide mensen had verenigd, om die partij uit het slop te trekken. En toen kwamen ze weer terug bij Hans van Mierlo. En op dat moment zei hij uiteindelijk ja, ik ga de partij weer leiden. En dat leidde tot een tweede bestaan voor van Mierlo in de politiek, dat tot grote successen zou leiden. Namelijk tot de paarse kabinetten van Wim Kok nummer 1 en nummer 2. Met Wim Kok had van Mierlo helemaal niks. Die mensen die lagen elkaar niet. Van Mierlo vond Kok een ongelofelijke saaikloot. Kok vond Van Mierlo, zoals hij zelf ooit gezegd heeft, een onmogelijke man, maar een schat van een jongen. Ook niet bepaald een bewijs van heel veel politiek respect. Maar ze waren op een gegeven moment tot elkaar veroordeeld in 1993-94. Omdat het CDA ten onder ging. Het CDA dat toen 12 jaar, de parallel met nu dringt zich op, was geleid door Ruud Lubbers. De Partij van de Arbeid had D66 nooit zien staan. In 1989 mocht D66 niet meedoen aan het kabinet Lubbers-Kok. Het Lubbers 3 zou je ook kunnen zeggen. Dit is een foto uit die tijd waarbij Van Mierlo de kabinetsformatie verlaat op weg naar de oppositie. Maar in 1994 was de situatie totaal anders. Toen ontstond er een politieke landschap na de verkiezingen van 1994, waarbij D66 in het centrum van de macht kwam. Datgene wat het CDA altijd had, verwierf
Van Mierlo ineens, met 24 zetels, net zoveel als Sigrid Kaag nu met D66 heeft gehaald, was er geen enkele coalitie te vormen zonder D66. Het had veel mooier kunnen zijn als Van Mierlo voor die tijd niet de angst had gehad om voor de macht te gaan. Om te zeggen, ik ben voor een gekozen minister-president en hier staat uw minister-president Hans van Mierlo, zoals Kaag bij de afgelopen verkiezingen wel heeft gedaan. Nee, dat durfde hij niet. Zijn vrienden, hier ziet u een paar van zijn vrienden in het midden, uiteraard, waar zou die anders zitten, Harry Mulisch. Zijn vrienden zagen hem wel degelijk als premier voor zich in 1993. En daar hadden ze ook reden voor, omdat in 1993 D66 volgens de peilingen de tweede partij van het land zou worden. Na het CDA. En onder FNV-kiezers was D66 zelfs de grootste partij. Dus er was alles mogelijk in 1993. Maar Van Mierlo deinst toch terug voor de grote machtsvraag. Hij was niet bereid om voor D66 een campagne te voeren die hij voor de politiek in het algemeen bepleitte. Namelijk, kies de minister-president, kies de uitvoerende macht. Eigenlijk was hij op dat moment heel traditioneel Nederlands politicus die via coalities zocht naar machtsvorming, zocht naar een nieuwe coalitie voor de regering. Dat was nog niet zo simpel. Want hij had zich inmiddels verpand aan Paars. De Progressieve Volkspartij had plaatsgemaakt voor het ideaal van Paars. Paars, Een idee wat er in de grond op neerkwam dat het CDA uit het centrum van de macht zou moeten worden verdreven. En dat kon alleen als de Partij van de Arbeid en D66 zouden gaan samenwerken. Maar daar hadden de Partij van de Arbeid en de VVD helemaal geen trek in. Kok, ik zei het al, niet echt een vriend van Van Mierlo. Iemand die ook van Van Mierlo niet helemaal begreep. En de VVD werd geleid door Frits Bolkestein. En daar kan je eigenlijk hetzelfde over zeggen. Die had ook geen flauwe sjoegen van Mierlo. Die mannen lagen elkaar eigenlijk ook helemaal niet. Omdat hun manier van kijken naar de wereld, naar de geschiedenis, naar culturele vraagstukken haaks op elkaar stond. En hier ziet u een klein voorbeeldje van hoe Van Mierlo daarin verzeild raakte. Dit is een tekening die Van Mierlo maakte tijdens een etentje op het stadhuis in Amsterdam. Ik moet eigenlijk zeggen op de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam, Ed van Tijn. En die had Kok en Bolkestein uitgenodigd, en Van Mierlo ook, om eens te gaan praten over die paarse perspectieven die Van Mierlo zag. Die coalitie zonder het CDA. Daar werd een kop soep geserveerd. En bij de soep al zei Bolkestein over Van Mierlo: ja, weet je wat het is met jou, Hans? Ik vertrouw jou niet. Waarmee het etentje uiteraard onmiddellijk totaal verpest was. En hier ziet u de kleine tekening die Van Mierlo tijdens dat etentje maakte. Een labyrinth. Je zou zeggen, hij zag er geen gat in dat paarse kabinet waar hij naar streefde. Maar toch lukte het vanwege die voortreffelijke verkiezingsuitslag die hij haalde. En vooral ook omdat hij in staat was om vast te houden aan zijn uitgangspunt. Ik wil alleen paars en in elke andere regeringscoalitie ben ik niet bereid te gaan zitten. Dus ik ga niet linksom, zoals het in het jargon heet, met de Partij van de Arbeid en het CDA regeren. En niet rechtsom met het CDA en de VVD. En uiteindelijk lukte het hem om de andere partijen, met name Wim Kok, daartoe te overtuigen. En het paarse kabinet was het eerste resultaat. En toen gebeurde er iets wat je zou kunnen zeggen bij uitstek kenmerkend is voor Van Mierlo en toch eigenlijk ook onbegrijpelijk. De man die in 1994 in staat was om Wim Kok, partijleider van de Partij van de Arbeid, Frits Bolkestein, de leider van de VVD en ook koningin Beatrix, zo onder druk te zetten dat ze meegingen met een paarse coalitie. Diezelfde man die vond het mooi geweest en werd minister van Buitenlandse Zaken. Nou, als er één plek is in de Nederlandse regering waarin je geen invloed hebt op de binnenlandse politiek, dan is het op Buitenlandse Zaken. En dat betekende eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het einde, deze keuze voor Buitenlandse Zaken, van zijn politieke carrière als eenduidige leider van D66. Hij was vaker in het buitenland dan in Nederland. Als hij op woensdag beraad had met Wim Kok en Frits Bolkestein over in de achterkamertjes, ook toen al, over het regeringsbeleid, dan zat hij vaak nog een jaket aan, omdat hij een uur daarvoor ambassadeurs bij de koningin had moeten introduceren. Die boden dan hun geloofsbrieven aan. Dus met andere woorden, zijn partijleiderschap stelde niet zoveel meer voor.
En tot overmaat van ramp ging hij vervolgens ook nog zelf zijn eigen opvolger zoeken. En dat werd heel merkwaardig trouwens voor een partij die geworteld was, zou je kunnen zeggen, in de tweede feministische golf van de jaren 70. Dat werd een meisje en we noemen haar Els, zoals Van Mierlo Els Borst aankondigde. Je zou kunnen zeggen, licht dédain zou er uitspreken. Dat was niet helemaal waar. Maar het was wel een uiting, zou je kunnen zeggen, van de generatie Van Mierlo, jaren 30 generatie, die de positie van de vrouw in de politiek niet zo vanzelfsprekend vond als wij dat nu vinden. Hij moest afscheid nemen. Els Borst werd partijleider, haalde iets minder zetels dan hij. En hij moest vervolgens ook uit het kabinet, want er was geen plek meer voor D66 op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat vond hij niet leuk, dat hij weg moest. Maar hij heeft het toch geaccepteerd. En sterker nog, zijn persoonlijke statuur en zijn persoonlijke beschaving, politieke beschaving, bleek in de jaren daarna wel, omdat hoewel hij het niet leuk vond en hoewel hij zeker heel veel commentaar had op zijn opvolgers, hij dat eigenlijk in de buitenwereld en plein publiek nooit etaleerde. Hij werd, je zou kunnen zeggen, een soort van goeroe die zonder daar een kwaad woord over te spreken moest zien hoe zijn eigen partij D66 een hele gewone partij werd. En niet de partij die het systeem wilde laten ontploffen, die een heel nieuw bestel wilde creëren met een rechtstreeks gekozen minister-president. Nee, een partij zoals alle andere partijen. En dat is D66 nog steeds. Het is Alexander Pechtold geweest die die normalisering van D66 heeft vormgegeven en heeft weten door te drukken tegen het verzet binnen D66 zelf om. Eigenlijk was zijn rol na 2002 uitgespeeld. Dat kwam ook, en nu komen we bij het heden, dat kwam ook omdat Van Mierlo niets begreep van Pim Fortuyn. Pim Fortuyn was voor hem een fenomeen, zoals hij zelf zei. Pim Fortuyn was een man die in zijn ogen ordinair was. Een man die niet bereid was om het kenmerkende karakter van de Nederlandse pluriforme democratie, namelijk de representatie, het feit dat de burger zijn stem overdraagt aan de volksvertegenwoordiging en daarmee zijn invloed ook delegeert aan de Tweede Kamer. Pim Fortuyn stond haaks op dat essentiële element in de Nederlandse politieke cultuur. Pim Fortuyn was een populist. Pim Fortuyn was een man die deed alsof hij namens het volk sprak. En het volk was één in de ogen van Pim Fortuyn. Dat onbegrip voor Fortuyn was eigenlijk wel raar, want ze leken ook een beetje op elkaar. Pim Fortuyn kwam ook uit het niks. Pim Fortuyn was ook een theatrale man. Pim Fortuyn was geen groot intellectueel, maar had wel het vermogen om de wensen die erin leefden in zijn electorale kring, om die zo te verwoorden dat ze breed bekend werden en ook in staat was, net als Van Mierlo, om ver buiten zijn eigen politieke kring ook, je kan zeggen, populariteit te krijgen, ook gezag te winnen. Pim Fortuyn was een man die het niet moest hebben van zijn partijgenoten. Die partij bestond ook amper, net als D66 in 1967. Was een man die ver buiten zijn eigen kring reikte. En toch begreep Van Mierlo hem niet. En dat had denk ik alles te maken met het feit dat Van Mierlo toch veel klassieker en conventioneler was dan zijn politieke cultuurkritiek veronderstelde. Hij was een man die eigenlijk het bestel een beetje wilde bijpoetsen. Die wilde proberen om de scherpste randjes van de kloof tussen burger en bestuur, om die te verzachten en daarmee het ontzeilde politieke bestel in Nederland een nieuwe basis te geven. En dat brengt mij bij de huidige tijd. Dat is nu echt heel anders. Op dit moment zou je kunnen zeggen, zijn de nieuwe populisten, de opvolgers van Fortuyn, zijn veel onbehouwener in hun kritiek op het bestel, op bestaande politieke cultuur. En ze nemen ook veel meer risico's in hun strijd tegen het establishment wat nu wordt belichaamd door Mark Rutte. De VVD, zou je kunnen zeggen, heeft nu de rol die het CDA in de jaren 60 had.
altijd in het centrum van de macht. Dat is niet zo. Ze regeren niet altijd, maar wel heel veel. Maar de huidige populistische oppositie, zou je kunnen zeggen, die wil het bestel echt laten ontploffen. Daar waar het in Van Mierlo's terminologie eigenlijk een vorm van retoriek was. Het krankzinnige avontuur waar hij in verzeild was geraakt met zijn progressieve volkspartij, met zijn dubbele stemidee. Dat krankzinnige avontuur is nu veel realistischer geworden en misschien wel net zo krankzinnig als het toen was, maar met veel meer mogelijkheden en veel meer kansen om resultaat te boeken. En dat brengt mij bij het antwoord op de vraag die ik stelde, die ik natuurlijk helemaal niet mag beantwoorden, die vraag, omdat ik Van Mierlo niet ben. Maar ik denk dat hij zich niet, wel degelijk deze dagen in zijn graf zou hebben omgekeerd, maar niet zozeer omdat hij zich had geërgerd aan Mark Rutte en de politieke cultuur die de premier nu uitstraalt, maar omdat hem de haren te bergen zouden zijn gerezen door de manier waarop de populistische oppositie op dit moment het staatskasteel bestormt, bijna, en probeert om het establishment beentje te lichten zonder zichzelf rekenschap te geven van de vraag of het middel niet erger is dan de kwaal. In die zin zou ik durven zeggen dat op dit moment zij die in de Tweede Kamer de volledige openheid bevorderen en bepleiten, zij die vinden dat 4 weken na de verkiezingen de leider van de grootste partij van het land al geen recht meer heeft om premier te zijn, zich op van alles mogen beroepen, maar niet op Van Mierlo. Van Mierlo zou, denk ik, een hele rustige politieke commentator zijn geweest in deze tijd en niet meegedaan hebben met de opwinding die de media op dit moment beheerst. En deze, sorry dames en heren, dat ik, het is de eerste keer, zeg, ik zei het al, sorry dat mijn presentatie niet helemaal scherp op de snede is, maar daar wou ik het bij laten om u vragen te geven, want ik heb nog wel een paar andere gedachten die ik wel in beeld op kan brengen over wat de parallellen wel zouden kunnen zijn tussen nu en toen, jaren 70, toen Van Mierlo zijn eerste grote succes boekte. Dank u zeer. Vragen binnengekomen. Er zijn wel wat opmerkingen geweest over het geluid. Oh jee. Dat was een beetje lastig, maar daar is ook al op geantwoord door Gerbrand. Opname staat ook goed terug. De opname is, er wordt een opname van deze hele lezing gemaakt en die is straks ook goed terug te kijken via onze site van de bibliotheek, maar ook via het YouTube-kanaal van de bibliotheek. Voor nu, ik heb wel een vraag. Mag ik die ook stellen? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. U refereerde al even aan hoe het vroeger ging en hoe het nu is. En toen hadden we het van tevoren al even over dualisme. En daar zei u iets heel moois over. Zou u dat nog een keer kunnen vertellen? Ja, dat is een vraag die op dit moment in het brandpunt van de aandacht staat. De Kamer controleert. De regering regeert. Het is het nieuwe modewoord, het nieuwe modemantra is macht tegen macht. En als je dat zegt bij Nieuwsuur of bij een radioprogramma, wat dan ook, dan ben je als politicus ben je zo'n peer, hè, want dan heb je begrepen waar het om gaat. En Van Mierlo wilde natuurlijk ook wel die tweedeling tussen uitvoerende macht en wetgevende macht, vandaar die dubbele stem die hij wilde. Maar bij politici, en ook dus bij Van Mierlo, is het hemd toch altijd nader dan de rok. Dus Van Mierlo was in theorie enorm voor dualisme. En wilde dus dat dualisme ook helemaal formaliseren met die dubbele stem. Maar als Van Mierlo minister was, en dat was hij 2 keer in zijn leven, 1 keer heel kort als minister van Defensie, begin jaren 80. En die 4 jaar als minister van Buitenlandse Zaken in het eerste Paarse kabinet, dan had hij toch veel minder plezier in het dualisme. En een prachtig voorbeeld daarvan is een crisismoment in het eerste Paarse kabinet. Hij was minister van Buitenlandse Zaken, hij was toevallig in Nederland. En de minister van Justitie, Winnie Zorgdrager, die was in de problemen gekomen omdat zij een procureur-generaal aan het Hof in Amsterdam een gouden handdruk had meegegeven. Van, ik zeg het uit mijn hoofd, 300.000 gulden.
Die man moest weg. Die had een, zat in de weg, in de hervorming van het Amsterdamse politieapparaat in de weg. Er speelde toen ook de zogenaamde IRT-affaire. Het ging over politieopsporingsmethodieken. Daar speelde die procureur-generaal ook een rol in die niet heel erg op prijs werd gesteld door Winnie Zorgdrager. Dus ze gaf die man 300.000 gulden mee in ruil voor vertrekken uit het Openbaar Ministerie. Daar kreeg de Telegraaf lucht van. Ontstond een politieke rel. Die man krijgt dan ook nog zijn geld mee. Exact hetzelfde als nu. Dat allemaal op van onze centen, om maar zo te zeggen. Winnie Zorgdrager was op dat moment een minister met eigenlijk geen politieke ervaring. Ze was zelf officier van justitie geweest, procureur-generaal geweest. En kwam ineens boem daar op het departement. En had dat politiek niet helemaal in de vingers. En dat ging dus fout in de Tweede Kamer. En ontstond ook bij de coalitiepartijen. Ontstond er commotie. En er kwam een soort van motie van teleurstelling. Dat is een nieuw fenomeen wat uit de jaren 90 stamt. Hè? Dat je niet zegt wat je wel wil, maar dat je een beetje een vage motie indient, waarin je laat merken dat je het niet eens bent met de minister, maar het heeft geen consequenties. En die motie was mede ondertekend door de fractievoorzitter van de D66 in de Tweede Kamer, Gerrit-Jan Wolfersperger. En dat vond Van Mierlo echt volstrekt onaanvaardbaar. En hij nam zijn adviseurs en een aantal andere vooraanstaande partijgenoten die niet in de Tweede Kamer zaten mee vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. En als een soort van phalanx, als een straatbende, gooiden ze de deur van de fractiekamer van D66 open om even Gerrit-Jan Wolfersperger uit te leggen dat hij het bij het verkeerde eind had. En dat hij eigenlijk zijn handtekening onder die motie zou moeten intrekken. Dat kon niet meer, want dat zou natuurlijk een blamage zijn geweest. Maar het illustreerde heel mooi hoe Van Mierlo op dat moment, in die crisissituatie, hij koos overigens partij. Net als wat nu Wouter Koolmees wordt verweten in zijn steun voor inmiddels niet meer staatssecretaris Menno Snel. Van Mierlo koos partij voor zijn minister, Winnie Zorgdrager. Maar hij accepteerde eigenlijk niet dat de fractieleider van D66 in de Tweede Kamer, toch de tweede in hiërarchie, een eigen afweging had gemaakt, zoals dit jargon heet. En dat was een mooi voorbeeld van zijn, je kan zeggen, gebrek aan dualisme. Dat zag je trouwens ook in de partij zelf. Als Van Mierlo was partijleider, maar om nou te zeggen dat hij het partijbestuur heel serieus nam, want een partij heeft ook vaak een partijbestuur, die moet zorgen dat de administratie klopt, dat de contributies worden geïnd. Nee, hij leidde de partij toch liever vanuit zijn eigen huis, in privégesprekken, dan dat hij bij bestuursvergaderingen zat. Dus met andere woorden, de enorme verontwaardiging die nu bestaat over dit kabinet, als het gaat om de politieke cultuur die dit kabinet uitdraagt, dan moeten we niet doen alsof dat van vandaag of gisteren is. Dat is een hele oude cultuur die zelfs Van Mierlo als puntje bij paaltje kwam toch eigenlijk ook onderschreef. En dat komt omdat politici gewoon toch net mensen zijn. En die willen toch graag regie houden en controle houden over alles. Dus ook over hen die hen moeten controleren. Dank u wel. Er kwam op een gegeven moment ook nog een foto voorbij van Connie Palme. Ja. Een beetje in het moment van uw verhaal dat Van Mierlo zich wat terugtrok uit de politiek. In hoeverre heeft die relatie daar ook aan bijgedragen, aan zijn terugtrekking? Nee, de volgorde was omgekeerd. Van Mierlo trok zich eerst terug in 1968 uit de 1998 uit de politiek. Hij had nog terug kunnen keren in de Tweede Kamer, want hij stond op de lijst. Dat deed hij niet. Ik denk dat dat verstandig is. Velen zullen dat kiezersbedrog noemen waarschijnlijk, maar dat was het denk ik niet ruim 30 jaar, hè, en zeker ruim 20 jaar in de Tweede Kamer kan je dat geen kiezersbedrog meer noemen. En daarna ontmoette hij pas Connie Palme. Connie Palme is, zou ik kunnen zeggen, het leven wat hij, zoals hij zelf noemde, in verlenging heeft geleefd. Buiten de politiek, na de politiek. Niet dat hij geen belangstelling meer had voor de politiek, maar zijn behoefte om te interveneren in de politiek werd toen wel minder. Dat kwam ook omdat Van Mierlo ernstig ziek was. Hij heeft in 2000 een levertransplantatie moeten ondergaan. Hij had hepatitis C.
Gevolg van een fatale bloedtransfusie in het AMC in Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum. En dat leidde tot die levertransplantatie. En dat is geen flauwekul, zo'n transplantatie. En dat heeft hem, denk ik, toch wel heel erg veel zorgen opgeleverd. Eigenlijk is het een wonder dat hij zo lang en zo ongelooflijk sterk was in de politiek. Want zo gezond was hij niet. Niet alleen vanwege die hepatitis die hij onder de leden had. Maar ook natuurlijk omdat hij een woest leven leidde. En toch was hij in staat om ook die politieke taken te vervullen. Dus je zou kunnen zeggen, hij had wel een dubbel leven geleid. En het was niet zo gek dat dat na 2000 wat minder werd. Ik zie het. Ja. Er is een vraag of hij een dagboek heeft bijgehouden. Ja, dat is echt een hele goede vraag. Ik praat over Van Mierlo en niet over hoe ik dit boek heb kunnen schrijven. Maar dat komt mede omdat Van Mierlo een dagboek heeft bijgehouden. Ja, het is niet een dagboek in de zin zoals menigeen een dagboek beschouwt. Namelijk iemand die in een schrift elke dag zijn belevenissen bijhoudt. Maar hij had schriften, die hield hij bij vanaf 1976. Die periode die ik even beschreven heb als zijn politieke detox. Zijn depressieve periode, toen hij uit de Tweede Kamer was en eigenlijk niet wist wat hij wilde gaan doen. Van dat moment hield hij met enige regelmaat een soort van dagboek bij waarin hij de afgelopen maand doornam. Met alle politieke vragen, maar ook met tal van persoonlijke vragen. En er zijn een aantal momenten in die al die jaren geweest dat hij een echt dagboek bijhield. En een van die periodes was de vorming van het eerste Paarse kabinet in 1994. Dan zie je dat hij elke dag notities maakt. Ook van bijvoorbeeld gesprekken die hij voerde met koningin Beatrix. En dat is buitengewoon nuttig voor mij geweest. En sterker nog, misschien wel onontbeerlijk geweest om het boek überhaupt te kunnen schrijven. Want dankzij die aantekeningen kon ik een beeld krijgen van zijn gemoedstoestand op belangrijke momenten. Daar moet ik één kanttekening bij maken. Het was, ik zei het al, geen echt dagboek in de klassieke zin van het woord. En er zit ook een bepaald soort van gebrek aan discipline in de manier waarop hij die schrijfboeken, zoals hij het zelf noemde, bijhield. En mijn indruk is, als je die dagboeken leest, dat hij er actiever in schreef als het slecht met hem ging dan wanneer het goed met hem ging. Dus wanneer je in die dagboeken, als je die helemaal volgt van A tot Z, dan zou je een waarschijnlijk te pessimistisch en een te somber beeld krijgen van Van Mierlo. Zijn vrolijke periodes, die beschrijft hij niet. Dus die moest ik er soms een beetje bij verzinnen. Dat zeg ik, kan het ook niet. Maar die moest ik erbij proberen te construeren aan de hand van gesprekken die ik gevoerd heb met leeftijdgenoten, vrienden, partijgenoten, et cetera. Dus dat maakte het wel lastig. Maar de dagboeken zelf zijn een krankzinnig mooie bron. Krankzinnig een modewoord, nu vanavond, uit mijn mond. Maar dat komt ook omdat Van Mierlo het woord krankzinnig te pas en te onpas gebruikte. Dus ik heb dat een beetje overgenomen. Je gaat altijd een beetje je aanpassen aan je hoofdpersoon, denk ik. Maar dat dagboek bood me wel de mogelijkheid om ook die slechte periodes om wat beter te begrijpen en ook beter te kunnen ontlenen aan dat dagboek wat hij er zelf van geleerd had van die slechte periodes. En dat is zeker zo, want hij was niet een man die zonder zelfreflectie naar zich en zonder zelfkritiek zijn eigen daden beoordeelde. Je gaf net aan door gesprekken met tijdgenoten, hè, heb je die wat zonniger periode ook vorm kunnen geven, maar je hebt hem zelf ook ontmoet. Jazeker. Dat was natuurlijk, eigenlijk had ik dat meteen bij het begin moeten zeggen, omdat dat mijn objectiviteit een beetje, ondermijnt. Mijn persoonlijke ervaring. Ja, ik heb Van Mierlo ooit ontmoet. Sterker nog, ik heb hem natuurlijk vaker ontmoet. Ik ben politiek redacteur geweest voor NRC Handelsblad. Maar ik heb gewoon iets aan hem te danken. Laat ik er gewoon geen misverstand over laten bestaan. En dat de eerste ontmoeting dateert uit die sombere, wat gedeprimeerde periode in het leven van Van Mierlo. Mijn vader lag toen in het ziekenhuis te revalideren van een hartaanval. Dat gebeurde toen nog.
In het Prinsengrachtziekenhuis in Amsterdam. Het lievelingsziekenhuis later van Van Mierlo ook. Hij heeft nog actie gevoerd voor het behoud van het ziekenhuis. En Van Mierlo die lag met mijn vader op één kamer. Hij was daar voor een liesoperatie. Aan een liesbreuk. En ik was op dat moment als hospitant. Liep ik stage als leraar geschiedenis aan middelbare school vlakbij het Prinsengrachtziekenhuis in Amsterdam. Dus ik ging tussen de middag of na schooltijd bij mijn vader langs. En eigenlijk al na één dag ook bij Van Mierlo. Want die twee mannen die hadden daar de grootste lol van hun leven, leek het wel. Kwam ook omdat in dat ziekenhuis alles mag. Dus die lagen daar sigaren rokend en jenever drinkend in bed. En de verpleegkundigen vonden het allemaal best. En toen zei Van Mierlo op de laatste dag dat mijn vader daar was. En de beiden via een gemeenschappelijke kennis bleek, die een Grieks restaurant had in Amsterdam, zich een maaltijd hadden laten aanrukken. Inclusief wijn uiteraard. Toen vroeg Van Mierlo, God, wat wil jij na je studie gaan doen? Of wil je dan het onderwijs in? Of iets anders? Toen zei ik, nou, ik wil eigenlijk de journalistiek in. En toen zei Van Mierlo, nou, als je dat inderdaad volhoudt, dat plan, kom maar eens langs, misschien kan ik je helpen. Dus ik heb hem later gebeld. Hij zei dat ik inderdaad toch graag de journalistiek in wilde. En toen zei hij tegen mij, nou, je moet heel veel afleren, want wat jij hier nu allemaal als proefstukken aan mij geeft, dat deugt allemaal geen hout van. Maar ik zie toevallig volgende week de hoofdredacteur van NRC Handelsblad, vriend van hem, want hij had bij het Algemeen Handelsblad gewerkt als niet zo ontzettend succesvol journalist begin jaren 60. En over een week later zie ik Bob Groen, die werkt bij de buitenlandredactie van de Volkskrant. Dat is een hele goede vriend van hem. En ik kan bij beide vragen of ze iets voor je kunnen betekenen, of je bijvoorbeeld volontair kon worden. Tegenwoordig zou je zeggen stage kan lopen bij een van die twee kranten. En zo geschiedde. En ik mocht inderdaad later bij de NRC langskomen om stage te gaan lopen. En nou, ik werd aangenomen als stagiair en ik ben niet meer weggegaan. Dus mijn journalistieke loopbaan is voor een deel te danken aan Hans van Mierlo. Maar hij heeft eigenlijk altijd dat buiten beschouwing gelaten. Toen we elkaar later ontmoetten, omdat ik politiek redacteur was in Den Haag en hij fractieleider van D66, heeft hij het eigenlijk nooit over gehad. Het curieuze is dat toen ik bezig was in het archief van Van Mierlo, ik briefjes van mijn vader tegenkwam aan Van Mierlo. En een van de briefjes die ik tegenkwam was een briefje op de dag dat Van Mierlo in het kabinet van Acht den Uyl werd beëdigd als minister van Defensie. Want daar was hij heel kort minister in dat kabinet, een wanhopig kabinet. En toen vond ik een briefje van mijn vader in zijn archief waarin staat, ik denk dat het typisch voor die generatie natuurlijk, amis. Heel erg gefeliciteerd met je benoeming. Toen kwamen er een paar politieke opvattingen van mijn vader over de gebeurtenissen in Polen in die maanden. De vakbond Solidariteit, waar ik me een beetje voor schaam eigenlijk voor de opvattingen van mijn vader dan, die in dat brief verstonden. En het eindigt met van, maar wat het allerbelangrijkste, Hans, is ik wil je ontzettend danken voor wat je gedaan hebt voor onze zoon. Hij is vorige week vaste dienst aangenomen bij NRC Handelsblad en hij is zo blij als een kind. En dat is wel een curieuze confrontatie met jezelf als je je eigen vader zo ziet corresponderen met de hoofdpersoon van je onderzoek. Ja, kan ik me goed voorstellen, ja. En ook wel ontroerend, eerlijk gezegd. En ja, juist omdat je het helemaal niet verwacht. Nee, ik had het totaal niet verwacht. Ik kwam mijn vader ook een keer tegen in een dagboek. Toen ontmoette Van Mierlo in Frankrijk de cardioloog van mijn vader. En toen staat er ineens een zin. Ik vraag hem hoe hij Smeets eronder gedisciplineerd heeft. Mijn vader dus, hè. En daarna, niks meer over. Ik weet niet waar hij op slaat. Maar ik kon me daar ook wel iets bij voorstellen eigenlijk bij die vraag aan de cardioloog. Maar ook dat was wel ontroerend. Hoewel ik niet weet waarom het er stond en hoe het afliep. Maar ik proef ook een beetje dat Van Mierlo toch altijd wel een intrigerende persoon is geweest voor u. Ja, dat heeft te maken met het feit, ik ben geboren in 1956. Dus toen hij opkwam in 1966, 67, toen was ik 10, 11. En dan begin je, nou, ik begon de krant te lezen, laat ik het zo zeggen. Eerste sportpagina, maar toch ook wel de politieke berichtgeving, in de Volkskrant met name. En dan is daar zo'n man die
op een totaal andere manier tot je komt. En die ook bovendien, hij was natuurlijk de eerste die televisie gebruikte op een manier die tot dat moment onbekend was. Nou, wij hadden ook net televisie in 1966. Dus voor mij is hij de eerste politicus die ik zag. Dat is één. Twee, hij was bij ons thuis toch ook wel een populaire man op dat moment. Met name mijn vader was gecharmeerd van hem. Maar de belangrijkste reden is dat Van Mierlo, en dat maakt hem zo raadselachtig ook, zo weinig machtswil uitstraalt. En tegelijkertijd toch ook wel wat bereikt heeft. Niet overdreven veel. Het is geen Willem Drees, om maar even een vergelijking te maken. Maar dat gebrek aan machtswil en tegelijkertijd de successen die hij geboekt heeft, die intrigeerde me eigenlijk al heel vroeg toen het nog niet zover was met die successen. En ik begreep dat nooit. Ik begrijp het eigenlijk nog steeds niet helemaal. Hoe het mogelijk is dat iemand die een soort van onthechtheid uitstraalt als het gaat om politiek, de indruk wekt toch vooral een commentator te zijn van de politieke praktijk en minder een deelnemer aan het spel te zijn, hoe die zo ongelooflijk veel invloed kan krijgen. En dat is niet invloed in de zin van wetgeving, maar in de zin van symbolische macht. Als Van Mierlo sprak, ook toen hij al uit de politiek was, dan waren mensen stil. Als hij op de televisie zich bemoeide met actuele politieke vraagstukken, dan kreeg hij stapels brieven van mensen die zeiden, dat heb je toch goed gezegd. Hij was de man die eigenlijk datgene zei wat heel veel andere mensen dachten. En daarmee raakte hij ook veel meer mensen dan alleen maar zijn eigen kiezersvolk. Ik denk dat er niemand in de tweede helft van de 20e eeuw is geweest die zoveel invloed had, zoveel gezag had buiten zijn eigen kring van kiezers als Van Mierlo. Ik kan het niet bewijzen, maar dat is mijn stellige indruk. Ter voorbereiding op vanavond zat ik me ook na te denken, wie kwam daar eigenlijk na Van Mierlo? Van Mierlo, dat weet ik zelfs. Ik ben geboren in het jaar waarin zijn opkomst ongeveer was. Maar die is heel herkenbaar. En gelukkig hebben we de foto's nog en toen kwamen ze voorbij. Ja. Want ik had allemaal van die oh ja momenten. Maar hij heeft toch wel heel lang de hoofdrol gespeeld. Zeker in het publieke beeld. Ik zal even, alle namen komen er nu aan. Even kijken. Nee, dat gaat niet goed. Ik heb hier namelijk, hier heb ik, dan ziet u het. Nee, dat gaat niet goed, hè? Ja, sorry. Ik neem me niet kwalijk, dames en heren, thuis. Nee. Hallo. Het begon op een gegeven moment met Terlouw. Ja, dit is hem. Ja. Ik heb ze allemaal op een rijtje gezet. Na Van Mierlo kwam Jan Terlouw. Ja. Nou, Van Mierlo, ik zei het al in mijn praatje, een katholieke patriciersjongen uit Breda. Jan Terlouw, zoon van een dominee. En een dominee uit een, zouden we nu zeggen, zwarte kousenkerk. Hier op de Veluwe, iets verderop op de Veluwe. Die twee hadden veel respect voor elkaar. Ik denk dat vooral Jan Terlouw respect had voor Van Mierlo. Meer dan Van Mierlo voor Jan Terlouw. Maar ze hadden ook enorme concurrentieverhouding. Dat kwam omdat Jan Terlouw, hier zien het in het staartje, Jan Terlouw na Van Mierlo groot succes boekte. Hij haalde 17 zetels in 1981 met D66. Dat was meer op dat moment dan Van Mierlo ooit gehaald had. Dat is altijd een spanning geweest tussen die twee. Dus je ziet ook in de correspondentie, de briefwisseling tussen Jan Terlouw en Van Mierlo, dat er, en ook de aantekeningen van Van Mierlo in zijn dagboeken, dat geen vriendschap was. Jan Terlouw heeft de partij gered in 1977. Dat noemden ze dan de eerste herrijzenis sinds Lazarus. Maar toen hij wegging in 1982, toen was de partij weer bijna op sterven na dood. Toen moest Van Mierlo komen. En die haalde 24 zetels in 1994. Maar dat was een keurige opbouw. Dat zie je ook in dit staatje. 86, 89, 94, 24 zetels. Dat was op dat moment het record wat er ooit gehaald was in de geschiedenis van D66. Heel tussendoor was even Maarten Engwerda, fractieleider. Maar die is
niet zo succesvol geweest. En niemand weet eigenlijk dat hij formeel partijleider geweest is. Na Van Mierlo krijg je Els Borst en daarna Tom de Graaf. En dat was weer, zou ik kunnen zeggen, de derde keer dat D66 op sterven na dood was. Begin van deze eeuw dreigde D66 wederom te verdwijnen van het politieke toneel, volgens de peilingen. En toen kwam Alexander Pechtold, die, je zou kunnen zeggen, verantwoordelijk is voor de derde herrijzenis sinds Lazarus. En die bouwt dan langzaam maar zeker die partij op tot de 19 zetels die hij haalde in 2017. Het verschil tussen Van Pechtold enerzijds en Van Mierlo en Terlouw anderzijds is dat Pechtold degene is die partij, je zou kunnen zeggen, heeft gemoderniseerd. Je kan ook zeggen genormaliseerd. Die heeft een partijapparaat opgebouwd. Die heeft gezorgd dat de postzegels op tijd besteld werden, zodat de brieven verzonden konden worden. Dat er koffie in het koffieautomaat zat. Gewoon alle dingen die er in een partij moeten gebeuren om de organisatie draaiende te houden. Allemaal dingen waarvan Mierlo niet zo geïnteresseerd in was. Die dronk liever een glas wijn en voerde daarbij een heel goed gesprek. Dus je zou kunnen zeggen dat Pechtold die partij, De partij nu, zoals die zich nu manifesteert, inmiddels via Sigrid Kaag, de partij van Pechtold is. Meer dan de partij van Mierlo. En Kaag heeft dan het beste resultaat ooit geëvenaard van Mierlo. Wat me opvalt van deze mensen, ik heb ze allemaal gesproken, ook voor dit boek, dat ze allemaal toch ook wel, in die zin zijn het hele normale politici, ook wel erg met elkaar bezig zijn, hoor. Dus dit lijstje wat daar staat op die slide van die PowerPoint presentatie, dat hebben zij in hun hoofd, hoor. En daar kun je van competitiedrang? En competitiedrang. Ja. Dus zeg maar, Pechtold had de tweede plaats tot voor kort, hè. Die moet hij nu afstaan aan Kaag of aan Van Mierlo. Hè? Maar, ja. En dat vindt hij nu prachtig, want hij weet wel dat mede dankzij zijn werk als partijleider dit mogelijk gemaakt is. Het is de eerste keer ook, laten we even niet vergeten, dat D66 na regeringsdeelname geen zetels verliest, maar zetels wint. Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van D66. In D66 hadden ze altijd de leuze, regeren is halveren. Nu niet. Dat is toch misschien ook wel de verdienste van Pechtold. Maar tegelijkertijd, hij is toch die tweede plaats kwijt. En dat zal hem toch misschien stiekem, als je hem echt een beetje zou plagen, zou hem dat toch wel een beetje pijn doen. En dat geldt eigenlijk voor alle politieke partijen. En dat geldt ook voor D66. Dus de grap van D66 en het bijzondere van D66 is dat ze de indruk wekken anders te zijn, maar dat het best wel meevalt. Dat anders zijn. Dat vind ik een mooie afsluiting voor vanavond. Ik zie dat er geen vragen meer zijn. Nee. En ik heb genoten. Mijn collega Lidie die wil graag nog even afsluiten. Daar maak ik graag plaats voor. Ik ga hier even bij zitten. Ik moet zeggen, ik heb een hele bijzondere avond gehad. Ik vond het een hele informatieve, historische avond zoals u de dingen belicht heeft. En wij hebben een heel mooi inkijkje gekregen, vind ik, in niet alleen de politicus van Mierlo, maar ook de mens achter Van Mierlo. En dat vind ik een hele mooie toevoeging. In de mooie biografie die u geschreven heeft, kunnen wij het natuurlijk allemaal nog veel beter ook nog nalezen en nog veel meer daarvan weten. Maar ik moet zeggen, ik vond het echt heel erg waardevol. En ik wil u daar heel erg voor bedanken. Dat doe ik in de vorm van een bloemetje. Deze laat ik even hier staan. Het is ook coronaproof dat u hem zo kunt pakken. En het is een goede traditie, is het, om iets mee te geven uit de stad. Iets van onze beroemde chocolatier. En het gaat over een gezicht van Zutphen. Om dit mee te nemen voor u. Dat geef ik u zo op afstand. Alsjeblieft. Heel erg fijn dat u vanavond dit met ons wilde delen. Want voor u was het ook nieuw. Voor ons is het ook, ook nieuw. Omdat we op deze manier kunnen we toch iets doen en iets laten horen.
En ik wil dan ook ons publiek, die vanavond de kijkers bij ons waren, ook heel hartelijk bedanken dat u via de Zoom dit met ons mee heeft mogen beleven. En ja, we hopen natuurlijk op betere tijden en dat we u op een gegeven moment ook weer live in de bibliotheek kunnen ontmoeten. Dat zou heel erg fijn zijn. Wellicht kan dat over een poosje weer. En dan kunt u ook op onze website nakijken wat wij allemaal in petto hebben voor de zomermaanden en daarna. Daar verwijs ik graag naar. Ik wil u een heel erg goede reis naar huis wensen. En ik wens onze kijkers vanavond een hele fijne avond nog. En hartelijk dank dat u bij ons wilde zijn.